Let's go, Mantike. Ik ben sowieso trots op je. Ja, heerlijk, man. Heerlijk, heerlijk. Dit wordt weer lekker XP'tjes, jongen. Ja. Dat is het ding met baby Pokémon. Yo, Niterfans! Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Shield Challenge. In deze nieuwe challenge mag ik alleen maar baby Pokémon gebruiken. Zoals bijvoorbeeld deze Magby, die iedere gras Pokémon kapot moet branden. En vanzelfsprekend mag ik deze baby Pokémon dus ook niet evolueren tijdens de hele game. Als tweede Pokémon hebben we Munchlax. En ik hoop een beetje dat Munchlax mijn tank gaat worden. Dat dit een Pokémon is die best wel een klapje op kan vangen. De derde Pokémon, dat is Mantike. Een Flying en een Water type. Ik denk dat ik deze hard nodig heb in mijn team. En dan hebben we natuurlijk Riolu. Deze mag niet ontbreken. Hier verwacht ik heel erg veel van. Riolu moet misschien wel mijn team gaan carryen. Mijn naam is Rickachu. En natuurlijk moeten we dan ook Pichu in het team hebben als Electric type Pokémon. En als laatst, Bidoow. Gras en Poison. Hopelijk krijgt deze allerlei moves waarbij hij zijn tegenstanders kan poisonen, zodat ik ze langzaam uit kan schakelen. Dit is mijn team. En in deze video's hebben we ook weer vragen van de dag. En de vraag van deze dag is: wat vind jij de beste baby Pokémon die er is? In deze serie ga ik me focussen op dingen die belangrijk zijn. En we zijn nu dus bij het huis van Magnolia. En dan vraag je je af, waarom zijn we nu bij het huis van Magnolia? Dat is raar. Waarom niet gewoon in het begin? Nou, ik heb natuurlijk al deze baby Pokémon moeten ruilen uit een andere Pokémon game. En dit is het moment waarop je het internet kan gaan gebruiken. Dus dit is het eerste moment waarop je Pokémon kan ruilen. En daarom zijn we al een uur in de game bij Magnolia. Ik heb net van Hop gewonnen en ik moet mijn weg gaan vervolgen. Ik had deze trainster overgeslagen. Daar heb ik nog niet mee gebatteld, zodat ik dat nu kan doen voor de XP. Mijn Pokémon zijn bijna allemaal level 7. Bidoow is level 8. En Riolu is level 9. En we gaan kijken of Magby deze kan fixen. Maar ja, dit is echt de slechtste Pokémon die ik tegenover Chewtle neer kan zetten. Dus ik kies maar eventjes voor Riolu. En als je dit nou een vette video vindt, en als je dit een vette serie vindt, en als je dit zin in hebt. Als je dit zin in hebt. Als je er zin in hebt, doe dan je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Ik heb in ieder geval heel veel zin in deze gloednieuwe serie, waarbij ik gelijk een not very effective move doe. Ik was gewoon toe aan een beetje een moeilijke nieuwe challenge. En toen dacht ik, ja, baby Pokémon zijn gewoon niet heel erg sterk. En dat maakt het misschien wel heel erg moeilijk, deze challenge. Maar dat vind ik juist leuk. Ik hou van een moeilijke challenge. We hebben al een Nuzlocke gedaan. Nu gaan we voor de baby challenge. En Riolu gaat volgens mij wel winnen, man, van deze Chewtle. Riolu is ook 3 level 3. Waarom steek ik dan 2 vingers op? 3 levels hoger. Dus dat is lekker. En hoppakee. Chewtle is weg. Dit zijn de levels van al mijn Pokémon. Magby gaat naar 8. Pichu naar 8. Bidoow gaat naar 9. Munchlax en Mantike zijn 7. En Riolu is level 9. Ze leren allemaal gelijk nieuwe aanvalletjes. Dat is super chill. En Loudon is verslagen. Nogmaals, ik ga niet heel de game spelen. Ik ga gewoon de belangrijkste stukjes spelen. Want hey, deze game speel ik nu volgens mij voor de 5e keer op mijn kanaal. We hebben de game normaal uitgespeeld. We hebben een Nuzlocke gedaan. We hebben een Water Only Challenge gedaan. En we hebben een Fire Only Challenge gedaan. En nu gaan we dus de Baby Only Challenge doen. Let's go. Nou ja, en als je die andere series nog niet hebt gezien en benieuwd bent naar hoe dat ging, ga die ook vooral even kijken. Dus je moet gewoon even lekker abonneren. Gewoon een knopje drukken. Bam, let's go. Maak je mij heel blij mee. Op naar de 100.000 abonnees. Nee, ik zei niet hop naar de 100.000 abonnees. Wij moeten die 100.000 abonnees fixen. Wat een team, jongens. Magby, Munchlax, Mantike, Riolu, Pichu en Bidoow. Hoppie en ik gaan even met de trein naar het volgende station. En we moeten door de Wild Area, waar alle wilde Pokémon zijn. Ik ga niet battelen met deze Onix, want die gaat mij helemaal kapot maken. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus even kijken of ik een... wat gaan we hier vinden? Ralt, Benelbies, Diggersbees. Ik wil een battle doen. What up? Ninjask. Welk level is Ninjask? Level 15. Ja, het is denk ik een probleempje. Tenzij die alleen agility gaat doen, dan hebben we geen probleempje. Dan hebben we in één keer super veel XP. Laten we dat gaan proberen. Hopelijk gaat hij mij niet aanvallen. Let's go, Amber. Lekker, Magby. We maken hem alleen maar sneller. Maar hey, als hij alleen maar agility gaat doen, dan boeit het mij niet. Let's go. Niet mij aanvallen. Oh, Harden. Oké, je gaat ook jezelf verdedigen? Laat mij gewoon mijn eerste wilde Pokémon even slopen met Magby. Level 15 zou lekker zijn als het lukt, jongens. Krijgen we XP voor leven. Even kijken of mijn babyteam dit kan. Ik hou nu al van mijn babyteam. Wat een baasjes. Oké, laatste keer Amber, denk ik. Maar eerst gaat hij nog even zijn snelheid boosten. Yo, dit is zo'n snelle Pokémon nu. Maar ja, mooi, je kan wel snel zijn, maar je moet ook maar aan kunnen vallen. Volgens mij heeft hij letterlijk geen enkele aanval, joh. Nice. Oké, hoeveel XP krijgen we? Oh, kijk het, kijk. Magby is in één keer level 12. Munchlax 9, Mantike 9, Riolu 12, Pichu 10 en Bidoo 12. Omdat ze geruild zijn, krijgen ze natuurlijk ook nog eens veel meer XP dan normaal. Mantike heeft Wing Attack geleerd. Daar ben ik blij mee dat hij die nu al kent. Want dat is best wel een goede move. Riolu wil counter leren. Maar ja, Riolu is wel echt knijtersnel. Nou, laten we Feint maar even weghalen dan. Oh, dit was wel even lekker hoor. Kijken of we nog een Ninjaski tegen kunnen komen. Dit was heerlijk. Ja, Diggersby, daar wil ik even niet mee vechten, denk ik. Mantike moet even die Growlithe gaan pakken. Let's go. Oh, ik vind Growlithe echt zo'n leuke Pokémon. Ik zou gewoon een Growlithe in huis willen hebben, man. Gewoon als vriendje, als huisdier. Kijk, top. Mantike die kent al Water Gun en al Wing Attack. Dus Mantike heeft al best wel oké aanvallen. Dit kan best wel wat worden met Mantike. Mijn defense is wel naar beneden. Maar, oh, hij is ook level 11. Nou, daar moeten we toch even op gaan passen. Misschien, we zijn 2 levels lager. Je ziet het. Mantike is niet knijtertje sterk nog. Oh, nee. Hij is zijn attack aan het boosten. Oh, jee. Oh, jee. Ik denk dat ik hem minimaal 5 keer moet raken. Misschien wel 6 keer moet raken. Hij gaat nu voor Amber. Oké, dat is helemaal prima. Let's go, Mantike. Je kan het. Ik ben sowieso trots op je. Waaah, nog 1 keer hierna. Ja, heerlijk, man. Heerlijk, heerlijk. Dit wordt weer lekker XP'tjes, jongen. Ja, dat is het ding met baby Pokémon. Die kunnen ook zomaar in één keer genakt worden, zoals je ziet. Ja, oké. Gelukkig is dit geen Nuzlocke. Anders waren we nu Mantike al kwijt. Oh, kijk hem gaan. Hij sloot mijn Pichu ook bijna in één keer. Let's go, Pichu. Lekker gedaan. Oh, Mantike is gewoon nu al dood. Ik vind het zielig voor mijn Mantike. Munchlax gaat naar level 10 en Pichu naar 11. Ik had er iets meer van verwacht qua XP. Na deze 2 epische gevechten komen we aan in Motostoke voor het volgende deel van het verhaal. En om Mantike weer tot leven te wekken natuurlijk. Gelukkig zijn de Pokémon Centers. Ik wil even een nieuwe tas. Kijk, dit ziet er al echt veel beter uit. Let's go. Ja, deze hoodie die hoort erbij. Deze vind ik ook mooi. Zo, even een nieuwe pet fixen. En een Poliwag t-shirt. Let's go! Kijk, nu zijn we echt klaar voor deze challenge. Altijd even nieuwe kleren fixen, joh. Hey Leon, hoi Charizard. Ik heb een Miracle Seed. Oh, die kan ik natuurlijk eventjes aan Bedew geven. Thanks, Leon. Daar heb ik wel wat aan. Nice. We moeten ons in gaan schrijven voor de openingsceremonie. En ja, daar staat hij weer, hoor. Hij is weer terug. Dag, arrogante man. Ja, ik vind deze look echt een stuk beter, jongen. Dit geel staat me goed. We komen de held van Galar tegen in de Bedew in. Oftewel het hotel. En daar staat Team Yell. What up, gasten. Dit is de eerste kennismaking met Team Yell. We moeten even hun teampie gaan slopen. Doei, doei. Let's go met je Zigzagoentje. Blijft wel echt een hele toffe Pokémon. Dus even kijken, wat kan ik? Ik kan absorben. En voor de rest kan ik nog bijna niks. Ja, ik denk dat Bedew nog even wat betere aanvalletjes moet gaan leren voordat Bedew echt heel erg nuttig gaat zijn. Alhoewel, Absorb doet best wel veel. Die haalt best wel veel HP weg van een level 9 Zigzagoentje. Kijk maar eens, hoppakee. 2 klappies en de helft van zijn HP is al weg. En wij blijven vol, want wij zijn al zijn HP aan het jatten. Nou, dit is nog wel leuk. Ik dacht dat dit lastig zou worden, dat het heel lang zou duren, maar het valt wel mee. Lekker, Bedew. Oké, ik moet jou iets meer vertrouwen gaan geven, Bedew. Bij deze, ik zal je niet meer denken dat jij niks kan, want jij kan wel degelijk wat. Jij bent gewoon lekker bezig. Goed gedaan. Je hebt de Zigzagoentje genakt. Doei, doei. Lekker, man. Riolu gaat naar leveltje 13. En dan is het al klaar met deze Team Yell grunt. Maar, we weten allemaal, we zijn dan nog niet. Want hij is niet de enige. Er staan nog meer matties achter hem. Zo van, hey, ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Let's go. In mijn Pokémon ga jij niet verslaan, Rickachu. Mijn Pokémon is beter dan al jouw Pokémon. En ik denk alleen maar, kom maar op met je Nickit. Ik heb vertrouwen in mijn Bedew. Mijn Bedew kan de wereld aan. Met zijn Absorb Attack. Nickit doet een Quick Attack. Yo, maar hey, die defense is volgens mij echt goed van Bedew. Wat? Bedew gaat gewoon niet kapot, joh. Wat nice dit. Dit is heel sick. Bedew is misschien wel mijn beste Pokémon. Ja, we zijn ook in de Bedew Inn natuurlijk. We zijn in het hotel die vernoemd is naar Bedew. Dus daar krijgt hij waarschijnlijk een boost van. En hij heeft natuurlijk de Miracle Seed net gekregen van Leon. Dus zijn grasaanvallen die zijn ook wat sterker dan normaal. En ik denk dat je dat merkt. Want volgens mij is Absorb normaal gesproken niet zo sterk als dit. Als we straks Giga Drain of Mega Drain krijgen, dan wordt het pas echt een feest, jongens. Hatseflatsie. Later, Nickit. Hey. Hey, ik ben nu fan van mijn Bedew. Ik hoop dat jullie ook fan zijn van mijn Bedew. Doe dan even een duimpje omhoog als jullie denken... Oh, die Bedew die is eigenlijk best wel goed. Die is ook al level 13. En Mantike is level 10. Deze baby Pokémon zijn echt goed, man. Oké, doei. Team Jelletje. Hop zegt, hey, ben je wat battles aan het doen zonder mij? Ik zal je Pokémon healen. En nu gaan we een 2 tegen 2. Kom maar op, Hoppie. Even samenwerken. Team Yell, Grunt, Zigzagoon en Nikke tegen wie we net ook moesten. En wij hebben natuurlijk Wooloo en Bedew. Wat een episch team, jongens. Wooloo en Bedew samen. Nee, dat wordt helemaal gek. Helemaal sick. Let's go, Wooloo. Nikke gaat even Woolootje aanvallen. Dan ga ik Nikketje aanvallen. Wooloo gaat tackelen op Nikketje. Oh, ja, Nikke is al bijna weg, jongens. Zigzagoon, die doet snarl. En die raakt ons allebei. En mijn special attack gaat naar beneden. Dat vind ik niet chill. Daar ben ik niet blij mee, Mattie. Ondertussen word ik aangevallen door Nickit. Hé, maar mijn Bedew, jongen, sloopt iedere Pokémon. Mijn Bedew sloopt zelfs Charizard. Nee. Nou, nee. Maar wel Nickit, want Nickit is kapot. Ik moet wel zeggen, die Zigzagoon is wel goed bezig met zijn snarl. En die is dus steeds mijn special attack een beetje aan het verlagen. Dus hopelijk gaan we die ook snel nakken. Maar ja, kijk, die tackle van Wooloo is ook gewoon... Wooloo en Bedew is gewoon Dream Team. Kijk maar, in deze beurt is het gewoon klaar met Zigzagoontje. Want ik doe een Absorbie, hij doet een tackeltje. En volgens mij is het dan afgelopen. Kijk eens, ik ben gewoon nog steeds full HP. Bijna gewoon, jongen. Wat nice. Dit baby Pokémon team wordt echt de shit. Hoppakee. Team Jouw Gruntjes, klaar ermee. En daar is... de dame van wie ik fan ben in deze game. Marnie. Marnie is een van de leukste characters in deze game. Team Yell is een van de vervelendste teams ooit. Maar het enige wat zij willen is Marnie natuurlijk supporten. Want ze zijn gewoon keihard fan van Marnie. Ah, goed gedaan, jongen. Oké, ik accepteer jullie. Helemaal goed. Ja, en Marnie die slaapt vanavond ook hier in het hotel in afwachting voor de ceremonie. Kijk, Bedew daar staan op de toonbank. Mijn Bedew is al wakker, joh. Die staat er gewoon te chillen, maar op te wachten. Nou, eigenlijk is het niet mijn Bedew. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan hier naar binnen. We melden ons aan voor de openingsceremonie. Even nieuwe kleertjes aan. Jam en Rose doet hier nog alsof die een super aardige guy is. Die het beste met de wereld voor heeft. Daar zijn de gymleaders. En Milo komen we natuurlijk als eerste tegen straks. Daarna Nessa. Kabu. En daarna de rest. En we zijn er klaar voor, jongens. Voor ons nieuwe... Pokémon-avontuur, deze nieuwe challenge, de Baby Challenge. Doe een duimpje omhoog als je deze video vet vindt en er zin in hebt. Laat even weten wat jouw reactie is op de vraag van de dag. En vergeet niet te abonneren en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!